K was een wat oudere vrouw. Die kunnen charmant zijn. Zij helaas niet. Ik had geen contact met haar en toch liet ze meer van zichzelf zien dan me lief was. Ze lag op haar rug op een tuinbed, of hoe je die dingen ook mag noemen. Haar borsten waren duidelijk echt, want ze waren plat en elke borst rustte naast haar lijf op het bed. Ze droeg een heel klein broekje en ze had zich niet geschoren. De kleur van haar haar beneden correspondeerde niet met de kleur van het haar op haar hoofd. Ik bleef staren en kon niet anders dan daar staan met open mond, want we wonen in een drive-in woning, dus vanuit de huiskamer keek ik recht op haar tieten en ongeschoren kruis. Echt waar? Ja. Mensen moeten over hun vooroordelen heen. Dus daarom heb ik jullie teruggepakt met dit boek. Jullie blanke autochtonen. Met jullie taart, met jullie verjaardagen in een kring. En dat soort, ja, zoals die vooroordelen er zijn over allochtonen, de wij en zij, wilde ik dit keer omdraaien. En dan wilde ik nu mijn vooroordelen tonen. En het stort mensen. En of dat het ze stort zoals het mij ook heeft gestort. Naima El Bezas, de schrijfster van het succesboek Finex-vrouwen, heeft aangifte gedaan van bedreiging tegen haar en haar kinderen. Op internet circuleerden dit weekend namelijk verschillende bedreigingen aan haar adres. En allemaal naar aanleiding van haar boek waarin ze gedetailleerde omschrijvingen van haar buurtbewoners geeft. Omdat nu ook haar kinderen worden genoemd, is voor haar de maat vol en stapt ze naar de politie. Jouw grote talent is om mensen voor de kop te stoten. En dat hoor ik vaker. Ik hoef maar iets te schrijven en er is heibel. Ik weet niet hoeveel bedreigingen ik heb gehad. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel wat hebben. Want niet dat ik het leuk vind om mensen te beledigen. Maar meer dat ik dus iets schrijf wat ze raakt. Wat gevoelig is. En dat is best wel spannend. De Naima strijdt, denk ik, tegen de eenzaamheid. Tegen het niets en tegen depressie. Dat is wel wat altijd in haar zich schuilhoudt. Er moet geen stilte zijn. Het is de strijd om gehoord te worden. Dat is het. En om een mening te hebben en die ook te kunnen uiten. En om serieus genomen te worden. Dat is denk ik waar ze mee bezig is. Nee, maar. Worden jullie hier nou gewoon niet strontziek van? Ja. Het is zo saai. Altijd Wilders, PVV. Kom op. Saai? Dit is hartstikke geweldig. Kom op, zeg. Dit gaat over jou en mij. Maar elke dag Wilders. Of je de Kamer in mag als een veroordeling PVV. Hebt. Iedereen heeft wel iets illegaals gedaan. Aandacht is voor haar van levensbelang bijna. Ze moet die aandacht hebben om ook weer tot dingen te kunnen komen. Geen aandacht is eigenlijk het ergste wat haar kan gebeuren. En veel aandacht betekent dat ze in het midden van het leven staat. En dat er rumoer is. En dat het niet weer saai wordt. En dat er geen kans op een depressie is. En dat het is heel erg belangrijk. Mag ik jou ook eens een spiegeltje voorhouden? Ja, zo anders ja? Ik de kluts kwijt. Hou vast, Peter. Ja. Vanaf dat moment is het boek echt heel hard gaan lopen. Het heeft haar echt heel veel opgeleverd. Ze was nieuws vanaf dat moment. En dat is iets wat ze natuurlijk altijd heel erg graag wil. Niet in het nieuws is voor Naima veel, veel erger dan op wat voor manier dan ook in het nieuws. En dan die tieten, die dan zo hangen, weet je. Ja. Zo hangen en dan helemaal zo liggen. En ik denk van... Mm-hmm. Ze moet het zelf weten. Het is natuurlijk zo... Maar toch... Ik hou wel van een beetje provoceren. Ik wil niet gewoon een gewoon schrijfster zijn. Ik ben opgegroeid in een schaamtecultuur binnen de Marokkaanse gemeenschap. Dus ik haat taboes. Er mogen geen taboes zijn. Over alles moet gesproken worden. Afgezien van haatzaaien of geweld oproepen of wat dan ook. Maar vrijheid is praten over alles.